compleet. En wat even belangrijk is, ik heb daar wat aanwijzingen in gezet. Namelijk dat de tekst binnen de paars-roze lijnen moet blijven. En als je een achtergrondkleur gebruikt, dat die tot aan de rode lijn moet lopen. Die uitleg zit in een aparte laag. Dat is de laag uitleglaag. Dus die mag je gewoon weggooien als je dat klaar hebt. En als je klaar bent, dan heb je zoiets of iets heel anders. Maar het was even een voorbeeldje. Hier moet ook nog even die laag weg. Dan, en je hebt nergens vraagtekentjes of uitroeptekentjes bij je afbeeldingen. Want anders zijn de links weg. Dan ga je deze exporteren als pdf. Met bestand exporteren. Zorg even dat die staat op pdf afdrukken of pdf print in het Engels. En geef hem ook eventjes je eigen naam, zodat dat niet hoeft te zoeken later. Wat even belangrijk is in het eerste schermpje waar je terechtkomt, is dat je hem als pagina's exporteert. Dus dan krijg je twee losse pagina's onder elkaar, niet als spreads dat ze naast elkaar komen. Want ik wil er één boekje van maken, dat per klas. En dan heb ik ze even als pagina's nodig. En dat je bij tekens en afloopgebied even je snijtekens aanzet en je afloopinstellingen. En als het goed is springen die automatisch op 3, want jullie hebben dat template. Dus daar zit die al op 3. Dus dat is eigenlijk het enige. Dat je alle pagina's hebt, dus niet alleen pagina 2 of zo. En dat je hem als pagina's en niet als spreads hebt. En als het goed is, gaat hij hem automatisch openen. En komt hij dus ongeveer zo eruit zien. Er zijn twee losse pagina's onder elkaar. Dat is even belangrijk. In principe hoef je alleen de pdf te mailen. Maar check dan wel even of hij klopt, zeg maar. Dat hij niet, als je twijfelt of hij goed is, dan moet je ook even de package meesturen.